Destiny Bond. Nou, hoopt hij dus dat ik ook down ga op het moment dat ik hem sloop. We gaan nu zien of het werkt. Gaan ze mijn Absol dan alsnog meenemen? Gaat mijn Absol ook dood? Zo te zien gaat het nog goed. Ah, nee! Absol! Yo, Nintendo fans! Welkom bij weer een gloednieuwe Pokémon Shining Pearl video, waarin we rematches doen met gymleaders. En tot nu toe zijn ze nog niet heel erg makkelijk geweest. Nu is het de beurt aan Fantina, de Ghost-type gymleader. En als je dit nou vette video's vindt, blijf die duimpjes omhoog doen voor de support. Vergeet niet te abonneren als je dat nog niet gedaan hebt. En zet het belletje aan, want binnenkort gaan wij Pokémon Legends Arceus spelen. Ik ben heel erg benieuwd naar die game. Maar eerst is het nog even tijd voor Fantina met Ghost-type Pokémon. En ze begint met Drifblind. Dat is op zich al nice, want ik begin met Luxray. En nou, dat moet wel goed komen, hoop ik. Kijk, ik heb allemaal super effective moves. En ik heb een magnet als item. Dus dat betekent dat de elektrische moves geboost zijn bij Luxray. Deze freaking Drifloon is wel weer sneller. Ik word er wel een beetje moe van dat ik langzame Pokémon heb. Elke keer word ik als eerste geraakt. Terwijl ik ze makkelijk, nou ja, in dit geval makkelijk, in één keer kan slopen. Het is niet altijd makkelijk. Maar nu was het blijkbaar wel makkelijk. Maar toch is Drifblim weer sneller. Nou, dit is de rest van mijn team. Carnivine, Gastrodon, Golduck, Absol en Infernape. Deze moeten het gaan doen tegen Fantina. Dus Gnoir is de volgende. Hopelijk kan ik dan nu heel goed Blade gebruiken. Eindelijk een keer Absol, jongens. Meestal gaat Absol super snel dood. We hopen dat hij het nu wel kan fixen. Ik gebruik Absol vaak ook gewoon niet goed. Hopelijk nu wel. Oh man, maar die Dusk Gnoir, die ziet er wel echt uit als een baas, jongen. Oké, ik ga Knock-Off gebruiken om zijn item weg te slaan. Wat ziek idee. Oh, oké, ja. Dan zo zie je maar, hè. Zo zie je maar dat Absol toch wel heel sterk is gewoon. Maakt hem gewoon in één keer kapot. De Citrus Berry, die had hij. Nou, nice dat we die... Nou, we hebben hem gewoon in één keer, dus dat is nog beter. Miss Mages. Ik denk dat ik gewoon even doorga met Absol. Eens even kijken wat hier gebeurt. En die knock-off, die bevalt me wel. Want als ze dan een aanval overleven... en hij mist zijn aanval. Dat is super chill. Maar als ze dan de aanval overleven, zijn ze in ieder geval gewoon de item kwijt. Maar hey, Absol gaat lekker, jongen. Absol gaat als een malle. Gaat Absol gewoon even de rest van deze gym fixen dan. Nu Frostless. Nou, weet je wat? Ik ga gewoon lekker door. Deze tactiek bevalt me eigenlijk wel. We gaan gewoon door met Knock-Off. Oh, ze missen weer. De hele tijd met de shouts. Ik heb nu geluk, jongen. Ik heb nu geluk. Hoppakee. Knock-Off. Hij overleeft het wel. Dan heeft hij waarschijnlijk weer zo'n item piece. Zo'n expert belt of zo. Oh, nee, ik bedoel een focus sash inderdaad. Nee. Nu kan ik die move niet meer gebruiken. Oh, dat is wel zuur. Oké, dit is wel naar... Oh, nee. Oké, die Frostless die heeft er zin in. Destiny Bond. Nou, hoopt hij dus dat ik ook down ga op het moment dat ik hem sloop. We gaan nu zien of het werkt. Gaan ze mijn Absol dan alsnog meenemen? Gaat mijn Absol ook dood? Zo te zien gaat het nog goed. Zo te zien gaat het heel goed. Ah, nee! Absol! Freaking Frostless, jongen. Wat een nare Pokémon was dat. Ik kan natuurlijk altijd Absol nog even reviven. Maar laten we hopen dat nu Luxray weer op kan pakken. Dat hij de rest kan doen. Barnett is eerder, die gebruikt Sucker Punch. Ja, en dan krijgt Simba toch ook wel lastig, hoor. Eens even kijken. Gaat hij in één keer down? Oeh, Barnett overleeft het. Ja, wat gaat Fantina dan nu doen? Die gaat nu voor de Full Restore op Barnett. Dat vind ik op zich niet zo heel erg, denk ik. Vaak is het zo dat de tweede klap dan net iets harder is. Omdat je dan net een item hebt gebruikt, volgens mij. Dus misschien pakken we hem in één keer... Nog steeds net niet. Dat is jammer. Oh, en mijn crunch is nu ook disabled. Oké. Dus dit is de tactiek. Zo wil jij dit gaan doen. Jij wil mij gewoon helemaal disablen en al... Oké. Simba's ook down. Ik ga hem in ieder geval even afmaken met een vuuraanval. Normaal gesproken moet je natuurlijk geen fighting Pokémon tegen een ghost zetten. Maar oké. We gaan nu gewoon voor flamethrower. Wat? Barnett is sneller. Nou ja, ik overleef het wel. Oké. Misschien is die flamethrower gewoon goed genoeg. Hoppakee, Barnettje weg. Dit is tot nu toe nog niet zo'n hele moeilijke battle. Dit is de vijfde battle. Ik zou zeggen dat we één makkelijker hebben gehad. Dat was tegen Gardenia. En die andere drie waren echt veel moeilijker. We moeten nu tegen Gengar. Weet je wat, Abu? Probeer deze Gengar maar gewoon te nakken. Ik bedoel, jouw flamethrower is super sterk. Gengar gaat voor een Sludge Bomb. Oké dan. Hij wordt wel zelf ook gedamaged door de Sludge Bomb. Ik ga denk ik nu voor Gerrit met Earth Power. Dan kan ik hem damagen. Dan kan ik hem super effective damagen met mijn Ground-type Pokémon. Ik ben ondertussen wel vergiftigd. Maar dat is oké, dat is oké. Kijk wat Earth Power doet. Earth Power doet genoeg. Lekker, man. Ja, de Pokémon van Fantina zijn niet zo goed tegen fysieke aanvallen. Dat merk je. Ze gaan vrij makkelijk down. In de vorige gym gingen ze super moeilijk down. Maar nu
Is het gelukt? Nice! Dat is de eerste gymleader die we in deze video gaan verslaan, Fantina. Dan gaan we straks door naar de volgende. En Fantina zegt, zoet, I am dumbfounded. Geen idee wat dat precies betekent, maar... Ze zegt, ik ben sterk geworden, maar jij bent nog veel sterker geworden. Je bent echt magnifiek. En hier heb je een sticker. Nou, dankjewel Fantina. En de volgende is in Canalef City. Dan kun jij waarschijnlijk al raden wie dat is. Hebben jullie trouwens een beetje zin in Pokémon Legends Arceus? Gaan jullie die game kopen? Ik ben heel erg benieuwd. Laat het weten in de reacties. En dit is dus de gym van Byron met zijn Steel-type Pokémon. Althans, ik ga er nog steeds vanuit dat hij Steel-type Pokémon heeft. Want in deze gym waren vooral ook Ground- en Rock-type trainers. Dat was niet normaal. Nou, zou je zeggen dat Abu deze hele gym gewoon moet fixen? Maar misschien heeft hij nog wel een verrassing in betto. Hij zegt in ieder geval, zet jezelf schrap. En laten we beginnen. Dit is dus al de nummer 6. De zesde gymleader die we gaan battelen. Byron, let's go. Wat heb jij allemaal voor verrassingen, vriend? Waar begin jij mee? Jij begint met je Skarmory. Oké. Dan hoop ik dat ik die gewoon in één keer down heb. Abu is natuurlijk wel lekker snel. Dus ik moet zoveel mogelijk, denk ik, wel Abu gebruiken. En dan kan ik kiezen voor Flamethrower. Of voor Flare Blitz. Flare Blitz is sterker, maar die damage mezelf ook. Dus ik ga denk ik maar gewoon voor Flamethrower. En dan hopen dat dat genoeg is. Ja, ik ga een beetje uit van wel hoor. Want mijn special attack is ook vrij hoog. Oh nee! Oh nee! Hij heeft 1 AP over omdat hij Sturdy heeft. Oké. Hij doet Taunt. Oké, die had ik niet per se verwacht denk ik. Maar ja, helemaal prima. Zijn item is zo te zien Leftovers. Ja, want hij krijgt HP terug. Nou, ik ben wel blij dat je mij niet damaged. Oké. Oké, full restore. Oftewel, hij probeert zijn Skarmory te redden. Ja, en dan gaan we gewoon weer hetzelfde krijgen nu. Sturdy, hij gaat niet kapot. Leftovers, beetje HP terug. Maar dat maakt op zich niet uit, want hier redt hij zijn Skarmory gewoon niet mee. Dit is dikke prima. Dit mag allemaal. Dit kost mij alleen 1 of 2 extra beurtjes. Dat is op zich niet zo erg. Skarmory heeft eigenlijk niks gedaan. Dus dat is top. Lekker. Oké, het begin is goed. Lekker XP'tjes erbij. Eens even kijken voor wie Byron nu gaat voor Empoleon. Ja, oké. Nou, dan moet ik wel even switchen, denk ik. Ik kan natuurlijk gokken op de fighting moves, maar... Lijkt me niet slim. Laten we switchen naar Simba met Thunderbolt. Maar ik denk dat Empoleon sowieso wel 1 aanval gaat overleven. Want Empoleon heeft gewoon een super goede defense. Zijn aanval is meestal volgens mij niet heel hoog. Dus ik verwacht eigenlijk ook wel dat ik zijn klap overleef. Ik weet alleen niet of hij Hydro Pump heeft of zo. Want die is natuurlijk super sterk. Hij is ook niet heel snel, Empoleon. Dus wij zijn sowieso sneller. Maar kijk, hij overleeft wel gewoon die Thunderbolt. Dat had ik eigenlijk ook wel verwacht. Wat gaat hij doen? Hij is wel paralyzed. Misschien gaat hij helemaal niks doen. Hij gaat inderdaad helemaal niks doen. Lekker. Nou, dit was alweer geluk, jongen. Het lijken tot nog toe niet de meest moeilijke gymleaders. Maar ik moet wel zeggen, we hebben ook wel een beetje geluk. Nu gooit hij Steelix eruit. Ja, dat is wel minder. Daar ben ik niet blij mee, want die raak ik natuurlijk niet. Steelix is een ground-type Pokémon. Hij gaat nu denk ik Earthquake doen. Wie moet ik dan inzetten tegen Earthquake? Misschien moet ik even switchen naar Gerrit dan of zo. Ik wil niet Luxray die klap laten vangen. Dat zie ik niet zitten. Ik had natuurlijk wel Thief kunnen doen. Nee, maar ik steel zijn item niet, omdat ik zelf ook al een item heb. Ja, kijk, hij gaat inderdaad voor Earthquake. Ja, die doet ook Gerrit toch best wel behoorlijk pijn. Dat is wel jammer. Het lijkt er wel een beetje op alsof Gerrit gewoon down gaat. Mag ik alsjeblieft 1 move doen? Ik ga Earth Power doen. Ik mag 1 move doen. Dat is lekker. Oh, Steelix is down. Oeh, Gerrit is kapot sterk geworden, jongen. Lekker dit. Blade gaat naar level 73, Abu naar level 76. Lekker teampie wel, we zijn ze goed aan het trainen. En dan nu, Empoleon weer. Nou, dan ga ik toch weer terugswitchen, uiteraard naar Simba. Ah, we gaan lekker tegen Byron ook, hoor. Dat gaat allemaal best wel volgens plannetje. Dit is mooi. Daar gooien we dan weer een Thunderboltje op. En dan zijn we ook van Empoleon af. Oftewel, het staat gewoon volgens mij nu 3-0. 0 dus, voor mij. Empoleonnetje ook weg. Ja, het is allemaal leuk, die duel thuis met Steel. Maar ja, eigenlijk heb je denk ik meer aan alleen Steel-type Pokémon. Want dan heb je ook niet zo gek veel weaknesses. Aggron, die is Rock en Steel-type. Dus dan switchen we keihard terug naar... Abu uiteraard. En dan gaan we gewoon fighting moves gebruiken. Want ja, hey, dat is 4 keer super effective. Dat moet goed komen. En dan ga ik wel voor close combat. Dan word ik zelf al wat zwakker van. Oh, wacht. Head smash. Holy moly. Hij was sneller met head smash. En gelukkig mist hij. Is dit een gelukkie, jongens? Hebben we nou weer een gelukkie? Het is niet normaal. In ieder geval is Aggron ook gewoon in 1 keer weg. Ik wil niet weten wat Head Smash had gedaan. Want dat is gewoon 1 van de sterkste moves in heel de game. Dat maakt niet uit, hoor. Maar ik weet niet of ik dat had overleefd, eigenlijk. Nu dan Magnezone. Ja, Magnezone zal vast wel Levitate hebben, waardoor Ground-type moves niet werken. Nou, dan, dan gaan we toch maar gewoon voor Infernape, denk ik. Let's go, Flamethrower.
Magnezone. Ik vind Magnezone trouwens best wel een goede Pokémon. Kijk, overleef het ook gewoon. Oké. Wat ga jij doen bij mij? Ik heb hem wel burned, maar hij gaat nu niet in één keer down. Dat is nog te weinig... Oké. Dankjewel. Magnezone. Simba mag dit proberen af te maken nu. Doe maar gewoon even crunch of zo. Nee, geen full restore op je Magnezone. Nee. Oké, dit wordt een vervelende. Dit wordt een lastige. Dit wil ik helemaal niet. Crunch. 1/3 damage. En zijn burn is natuurlijk ook nu weg. Oké, nog een keer crunch. Dit gaat helemaal niet hard. Hij gaat voor Thunderbolt. Dat moet mij ook redelijk sparen, toch? Ja, oké. Kom op, jongen. Kom op. Kom op. Pak hem. Hij doet nu Magnet Rise. Daarmee wordt denk ik zijn elektriciteitsaanvallen sterker. De kamer staat nu onder elektriciteit. Kom op, pak hem, pak hem, pak hem, pak hem. Ah, hij houdt 1 HP over. Dan gaat hij maar waarschijnlijk slopen met Thunderbolt. Nee, ik overleef het wel. Nice. Goed bezig, Simba. Je kan dit. Lekker. Oké, top. Top, top. Magnezone is weg. Dan heeft hij nog 1 Pokémon over. En dat is waarschijnlijk zijn allerbeste Pokémon. Ik denk dat ik toch een beetje bang moet gaan worden nu. Ik weet niet wie dat is. Maar jammer genoeg is Abu down. En die had ik eigenlijk gewoon nodig voor deze gym. Simba gaat nu naar level 78. En Jaws gaat naar 74. Onze Carnivine. Beste Yodon. Daar heb ik Ground-type moves voor nodig. Nou, we gaan het wel zien. We gaan even kijken of Gastrodon dit nog aan kan. Hij is wel voor de helft down. Dus ik verwacht een beetje dat dit een lastig verhaal wordt. Maar als ik gewoon 1 aanval kan overleven, dan kan ik daarna mijn Gastrodon healen. En dan zou het denk ik goed moeten komen. Wie zou er sneller zijn? Ik ben sneller. Lekker man. Lekker man. Oh, en die heeft ook weer sturdy. Of een, weet ik veel, een item P. Ja hoor. Echt irritant. Die Pokémon die allemaal sturdy hebben. Oh, hij blaft mij weg. Oké. Niet erg. Absol komt eruit. Absol is snel. Absol zou dit af moeten kunnen maken. Tenzij Byron nu natuurlijk gaat healen. Hij gaat niet healen. Hij gaat niet healen. En dan is het klaar. Met Bastiodon. En met Byron. Lekker man. En dan hebben we de volgende 2 gymleaders gewoon opnieuw verslagen. Heerlijk. En deze video ging eindelijk een keer een beetje soepel. Ik weet niet of je de vorige video's hebt gezien. Maar daarin ging het toch wel een stuk moeilijker. Byron die lacht. Die zegt, ik heb mezelf getraind op de IJzeren Eilanden. Maar het was nog steeds niet genoeg. Het lijkt erop dat ervaring geen partij is voor zo'n jong iemand als jij. Hier is de sticker. Ik weet dat het niet veel is, maar veel plezier ermee. Dankjewel, vriend. Lekker, man. En in de volgende video gaan we de laatste 2 gymleaders uitdagen. En daarna gaan we misschien wel opnieuw naar de Elite Four. Doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren voor Pokémon Legends Arceus. En dan zie ik je gewoon bij de volgende. Mazzel!